jongens en meisjes. Welkom bij een nieuw Sinterklaasjournaal. Aan het eind van een weer vermoeiende week vol lange tussenuren en gure weersomstandigheden. Maar voor sommige mensen was het toch een lichtpuntje in deze lange, lange week. Namelijk het uitstapje naar Amsterdam. De anderen kwijnden helaas weg in ons tropische schoolgebouw. Wie ook weg zit te kwijnen is onze goede heiligman. Hij zit nog steeds gevangen in het laadruim van pakjesboot 13. Gelukkig, er is een idee binnengekomen in onze geweldige ideeënbus op het podium van Anoniempje 13. Onze razende reporter Hil de Brand zal dit idee even uitleggen. Dankjewel. Dit fabeltastische idee was om een vlaggetjeslijst te construeren en vervolgens met deze vlaggetjeslijn de boot te vangen en hem naar Nederland toe te trekken. Maar om zo'n vlaggetjeslijn te kunnen maken, hebben we jullie hulp nodig. We moeten allemaal vlaggetjes inkleuren en deze inleveren bij het LP, zodat wij er een lange vlaggetjeslijn van kunnen maken en daarmee de boot kunnen vangen. Om het leuk te maken, is het een wedstrijd en kun je er een iPhone 4S mee winnen. Dus kleur zo mooi mogelijk en help de Sint om hem te redden. Is zwanger. Er waren de afgelopen weken een aantal geruchten op de gangen. Het schijnt namelijk dat onze muzikale Paula Lurden zwanger is. Hallo vrouw. Hi. Oh, hallo. Pak even allemaal je agenda erbij voor het huiswerk. Ja. Ze ontkent dit zelf. Onze razende reporter heeft dan ook een interview met haar. Nou, hoe voel je je aan? Goed, hoezo? Nou, er zijn een paar geruchten op de gangen over dat je zwanger bent. Ach, kom je daar dan bij? Ik heb geen tijd voor dit soort onzin. Ik weet het ook niet hoor. Tja, we zullen er maar naar moeten gissen. 10 voor taal. De leraren kunnen tegenwoordig al niet meer rekenen en niet meer lesgeven. Maar ze kunnen nu ook al niet meer spellen. Daarom biedt meneer De Vries spellingscursussen aan. In ruil voor hout, voor zijn cello of koffie, het liefst met een fles jonge jenever. Vermist. Mevrouw Kolen, onderwijzeres Grieks en Latijn, is sinds gisteravond vermist. Ze is het laatst gezien door Eddie toen ze wegfietste van school. Ze klaagde nog zo over al die mist. Mocht iemand haar zien, neem alsjeblieft contact op met de leerlingen van V6. Ze missen haar nu al vreselijk. Ze droeg volgens Eddie een zwarte jas en een spijkerbroek met zwarte schoenen. Vergeet de tekeningen niet te kleuren en vergeet vooral niet te lachen, want dit is het belangrijkste in de koude tijden. Stop, hè? Wat is dat pam pam pam? Moet ik dat doen of maken jullie dat lawaai? Wat is dat dan? Pa-pa-da, pa-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